cluster truck. More like cluster. Hallo dames en heren, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Jim en dit is een let's play van een game genaamd Cluster Truck. Dit is een spel, daar zag ik eerst wat screenshots van op het internet. En toen dacht ik, ga toch weg man. Die rare gamepiece weer. Stomme physics based shit. En toen hoorde ik van her en der, van een paar hoekjes uit het internet, dat het nog best wel een tof spelletje is ook. Dus ik heb code aangevraagd. En ja hoor, nu ben ik enigszins hooked aan Cluster Truck. En waarom vind ik dit spel zo leuk? Omdat het idioot is. Het is een concept wat niet kan werken. De basis van deze game is... het is een first-person platformer. Je moet naar het einde van de level zien te komen. Maar het enige waar je op mag landen zijn vrachtwagens. En die vrachtwagens die rijden in een soort kolonne door zo'n level heen. En dat. Ik ga je gewoon een level laten zien. Of althans een paar levels, hoop ik. Dit is wereld 5. Ik weet niet hoeveel werelden er zijn in het level. Volgens mij een stuk of 8 tot 10. Dus ik ben ergens halverwege. En het is een spel waar je af en toe gaat schelden. Dus. Ik laat gewoon een level zien. Even kijken. Wereld 5 Medieval. Nou, hier zie je dus het hele principe. Mooie gebouwtjes. En, het heeft een beetje een... Oh, die hamer. En het heeft een... Het is een beetje Matrix meets Mirror's Edge ofzo. Omdat ik zoiets heb van... Ten, weet je wel? Ik voel me dan net Neo ofzo als ik dat heb. En ja, je ziet al, er gebeurt van alles en nog wat. En het enige waar ik dus op mag landen, dat zijn de vrachtwagens. Nergens anders mag ik opkomen. Maar ik heb ook een paar hulpmiddelen. En dat is te gek. Zo heb ik een dash. Die me daar echt zojuist gered heeft. En ik heb slow-mo. Waardoor ik verder kan komen. Eerste level al. Hier, het gaat helemaal goed. Je krijgt dus ook een aantal punten. En als je genoeg punten haalt, dan kan je nieuwe abilities unlocken. Zo schijnt er een grappling hook in te zitten. En nog meer. En dat je flips kan doen of zo. Salto. Zoiets las ik in het scherm van de ability. Ik speel trouwens met de Xbox controller. Dit kan je ook gewoon op de PC met muis en toetsenbord spelen. Maar ik weet niet waarom. Maar ik vind met de Xbox controller vind ik het fijn. Next. Nee! En deze game heeft een gigantisch gevoel van snelheid. En weet je, er gebeurt van alles en nog wat. Daar zie je dan van die stampers. Er zijn levels waarbij rotsblokken naar beneden donderen. En waarbij auto's in elkaar crashen. En die hele flikkerse bende. En dan... Dat was f***ing naaiend, yo. Kom op. Oh, stampertje. Dash! En je kan dus ook als een idioot kan je soort van sliden aan de zijkant van zo'n truck. En dat werkt ook af en toe. Dus dat is level 2. Top. Holy shit. Wat de f*** gebeurt... Oh! Jammer. Oké, we gaan springen, denk ik. Flying truck jump. Oh mijn god. Dit spel is zo f***ing awesome. Ja! Dit is level 5. En level 5 heeft eigenlijk alle elementen van de net. Dus het heeft die dingen die omhoog gaan. Het heeft die hamers die zijwaarts gaan. En deze stampers die alles kapot komen maken. En eigenlijk is stilstaan tot dusver wel de beste optie geweest. Hier, easy. Tot dan. Oké, hier sta ik veilig. Snel door. Yes! Level 6. What the f... Oh, nee. Ready to roast. Oh, my God. Love is a burning thing. De hel gebeurde daar. Wordt dit f***ing cluster truck platforming? Oh mijn god. Gaan we. What the hell, slow-mo. Kom op, Matrix. Oh, dit is zo awesome. Yeah. Oh shit. Oeh.
Ja, doorspringen. Oh, sh**. Waar de fuck? What the fuck? Auw, toen werd ik gekoekt, gebarbecued. Okay, volgens mij moet ik dit met redelijk tempo doen, want volgens mij gaan die gates dicht. Ja, die gates gaan dicht. Mag ik niet eens even kijken of die gate dicht gaat of niet, game? Nee, zegt Cluster Truck. Nee, dat mag niet. Wow, what the fuck? Ik moet denken aan Gamergate, yo. Wat een super slechte grap. Ik werd ook meteen gestraft. Cluster Truck straft meteen. Kom op. Ja. Level 10. Level 15. Oh yeah. Let's do the... Laat maar zitten. Holy fuck, wat de... Slowmo. Bam, jongen. Yeah. Jongens, kunnen we het een beetje rustig? What the fuck? Nee, ik heb het niet gehaald. Alleen... Ja. Slowmo. Woe. Oh god. Nee. Ja, ik ben er nog. Yes, gewoon. Te gek. 38.000 style points. Ik ben alleen wel 24.000ste van de wereld. Jammer, joh. En zo gaan we van wereld 5 naar wereld 6. Ancient. Nou, prachtig. En meteen merk je dat het weer even... rustig aan wordt gedaan. Er gebeurt nu niet zo heel veel. Ja, oké, ik moet van kolonne naar kolonne springen en ik misluk daarin, maar dat is ook wel goed level design. Je merkt zeg maar dat ze steeds meer dingen toevoegen per wereld. Elke wereld gebeurt dit. En aangezien ik nu al best wel veel moeite heb met dit level, wil ik niet weten wat er nog meer komen gaat. Misschien is mijn probleem ook gewoon dat ik te snel wil gaan. Alleen het probleem is, als je niet snel genoeg bent, dan rijdt die andere kolonne natuurlijk al gewoon heel droog weg. Zo van, doei, later, sucker. Slow-mo erbij gebruiken voor de zoek route. Kijk. Dat is level 1. Woe! Level 2, let's go. Of niet. Kak! Vuile f***er! Ah! F***! Deze game f***t met mij nu. Nee! S***t! Zonder te veel bullshit! Blablabla! Kom op. Ik merk dat ik gefrustreerd begin te raken. Een klein beetje. Klein fucking beetje. Nee. Kom op, ik moet het toch halen. Kijk, dit gaat goed. Dit gaat niet zo fucking... Oh, jawel. Jawel. Nee! Dit gaat goed. Yes. Oh, fuck. Wat? Hoe de... Blablabla. Sorry.
Wat volgens mij de bedoeling is, is dat ik op die twee middelste hier zou moeten springen. Dan door moet gaan op deze twee. En dan op de een of andere magische manier naar die andere toe. Er is niet eens crazy shit wat hier gebeurt nu. Hè? Er zijn geen hamers, er zijn geen platformpjes die omhoog gaan. Nee, het is nu gewoon spring van convoy naar convoy. En dat lukt me gewoon niet. Fuck. Dit level nakt mij zo hard op dit moment. Fuck. 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 Kut. Fuck. Kut. Ah, what the fuck. Fucking kutzooi. Kut. Kutzooi. What the fuck. Waarom zit ik tussen twee fucking dingen? Oeh. Nee. One eternity later. Oh mijn god, laat me slow motion, alsjeblieft. Ja! Jezus. Hoe f***ing lang heb ik daarover gedaan? Oh yeah, bitch. Oh jee, oh jee. De tussenin? Are you kidding me? Niks geks doen nu, Jim. Niks geks doen nu. Gewoon dashen en hoppakee. Oh jezus, nu komen ze van beide kanten. Hoe leef ik nog? Hoe de f*** leef ik nog? Was dat in één keer? Ja, dat was in één keer. Nee joh, what the f***? Haal ik het, haal ik het, haal ik het. Level 6, 8. Let's go. Oh mijn god, het is Villa Volta. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik strok. Bovenop de truck stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens meer nu eigen huis. Nog waar ook ter wereld zult gij rust op vrede. What the fuck? Oké, er is nog eentje. Gebruik de slow-mo. Misbruik de slow-mo. Dat is 16. Daar gaan ze. Die was heel vals. Sorry, hè. Oké, er zit daar dus ergens een gat. Daar moet ik doorheen. En vanaf daar moet ik soort van naar de goal toe en ik moet tegen het verkeer in. Hoe in de hel dan? Waarom heb ik het idee dat er nu ook een rotsblok achter me aankomt? Was dat zo? Ik heb geen idee. And I don't give a f***. Nou mensen, en zo zijn we toch nog door twee werelden van Cluster Truck heen gekomen. Ik vind het een erg leuk spelletje. Kan af en toe frustrerend zijn omdat er zoveel gebeurt en je moet op zoveel dingen letten. En vooral het sturen in de lucht, dat is best wel lastig. Maar ik vind het wel ontzettend leuk. Ook al is het maar om even lekker boos te kunnen worden op een game. Dat heb je af en toe ook gewoon nodig. Mocht je dit ook willen spelen, hij is voor 15 euro verkrijgbaar op Steam. En er is ook DLC in de vorm van de soundtrack. En de soundtrack is echt heel erg dope. Dus die zou ik zeker ook even checken. Bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.